Een steeds groter aandeel van je kijkerspubliek kijkt op hun smartphone of op een tablet naar video. Zeker op een smartphone is het makkelijker om een video te bekijken dan tekst. Dat betekent dat je er niet aan ontkomt als ondernemer je eigen YouTube-kanaal te starten. Google is eigenaar van YouTube, dus helpt ook je vindbaarheid en je zichtbaarheid. Maar als je nog geen YouTube-kanaal hebt, waar moet je dan starten, waar moet je op letten? In deze video 3 tips die je op weg helpen. Video's maken betekent dat ze natuurlijk ook ergens over moeten gaan. Content, de inhoud. Content is king. En misschien heb je al een aantal ideetjes over onderwerpen waar je een video van kan maken. Maar zeg eens eerlijk, zijn die ideetjes echt concreet genoeg? Hebben die handjes en voetjes? Of denk je van nou, ik zet hem ooit wel een keer aan en dan zie ik wel voor de camera wat er ontstaat. Nou, grote kans dat je na een paar keer afhaakt. En heb je straks geen YouTube-kanaal, maar dan heb je een keer een YouTube-plasje gedaan. Er zijn natuurlijk heel veel soorten video's. Maar stel je wil, net als ik nu doe, een aantal tips meegeven aan jouw kijkers vanuit jouw expertise. Hou het dan klein. Stop niet alles in één video. Want daarmee maak je het onoverzichtelijk voor jezelf. De kijker die kijkt de video niet af, duurt veel te lang. En je moet heel hard gaan nadenken over het volgende onderwerp, voor je volgende video. Dus hou het klein. En wat daarin helpt is om te denken in een videoserie. In een format. Ik ga je een aantal voorbeelden geven. Je begint bijvoorbeeld aan een serie van 5 tot 3 video's, ook om te oefenen. En stel je bent gadgetfreak. Je bent veel van nieuwe gadgets en je maakt 5 reviewvideo's over de 5 nieuwste gadgets die net op de markt zijn. Die gadgets zijn, wat ze kunnen, voor- en nadelen. Of je weet bijvoorbeeld veel van webinars. Je maakt 5 video's van de meest voorkomende problemen die mensen ervaren met het geven van webinars. Inclusief tips hoe je elk probleem kan oplossen. Je bent communicatiespecialist voor websites. Je hebt 5 websites uitgekozen en je laat de metamorfose zien, hoe ze eerst waren, hoe ze nu zijn. Telkens een ander aspect waardoor die website beter scoort. Dan wil je meer weten over formats? Klik dan onder deze video op de link naar de video die daar speciaal over gaat. Zorg ervoor dat je van die 3 tot 5 video's bijvoorbeeld 1 testopname maakt. Om eens te ervaren hoe het is om zo'n video te maken, maar ook feedback te krijgen van kijkers. En daarna plan je een dagdeel in, of misschien een dag, om de resterende video's te maken. Dat je een heel klein voorraadje hebt, waarmee je regelmatig aanwezig bent en zichtbaar bent. In plaats van dat je op het moment zelf wacht dat een video moet komen en afhankelijk van hoe je pet staat, maak je hem wel of niet. Dus geen eendagsvlieg, maar juist die regelmaat. Content maken en bedenken vanuit datgene wat jij wil, dat is natuurlijk één ding, maar daarmee heb je nog geen YouTube-kanaal. Dus als je dat nog niet hebt, ga naar youtube.com, maak een kanaal aan, doorloop de stappen en bedenk dat als je een bedrijfsnaam koppelt aan je kanaal, dat je hem maar 1 keer mag kiezen. Dat wil zeggen, je kunt hem naderhand niet meer wijzigen. Dus kies niet voorlopig een werk- of testnaam, kies dan meteen de naam die je ook echt wil hebben. Oké, vraagje aan jou. Hoe vaak kun je een eerste indruk maken? 1 keer? 2 keer? 3 keer? Sommige 10? Nee, 1 keer. En dat is tip 2. Dat wil zeggen, op jouw YouTube-kanaal kun je bovenin een banner plaatsen en een profielfoto. Zorg ervoor dat die er ook zijn. Want is dat leeg, dan is het hetzelfde als een boek zonder cover. Nou, dat wil je niet. Bezoekers van jouw YouTube-kanaal moeten zien dat je er bent. Je hebt straks je video of video's, je hebt je YouTube-kanaal met een banner en die 2 moeten gekoppeld worden. Je moet een video uploaden. Zorg er standaard voor dat bij elke video die je uploadt, dat de titel goed ingevuld is, dat die de lading dekt van datgene waarover de video gaat, de beschrijving, maak daar een soort mini-blogje van en de tekst. Dat helpt je zichtbaarheid en vindbaarheid. En je kunt bij elke video ervoor kiezen of je hem meteen openbaar zet of eerst verborgen. Zeker in het geval van de testvideo stuur je een verborgen linkje naar een paar mensen om eens naar je video te kijken. Tot zover deze tips als je met je YouTube-kanaal wil starten. Kijk ook eens rond in YouTube. Wat zit er bijvoorbeeld allemaal? In een van de volgende video's ga ik met je kijken naar de teaservideo. Dat is zeg maar de introductievideo bovenin je YouTube-kanaal. Voor nu, als je deze video waardevol vond, vind ik het leuk als je hem deelt en ben je nog geen abonnee? Klik even op abonneren. Dankjewel, tot de volgende keer.